In de vorige aflevering heeft Flint Funny weer lekker omhoog gestoten in de finale. Vandaag gaan weer drie mensen strijden om te kijken wie het meeste over mij weet. Dit is een nieuwe aflevering, dus welkom bij de vijfde aflevering van de Jochen de Gamer Quiz. Ja, welkom dus bij de gloednieuwe Jochen de Gamer Quiz, de vijfde aflevering. En dit kan wel de voorlaatste aflevering zijn van de voorrondes. Daar achter de deur zijn weer drie kandidaten die zich weer een poging wagen om te kijken wie het beste over me weet. We gaan ze binnenlaten, hè. Voilà. Welkom, jongens. Wel ballonnen vast doen in plaats van juk-juk, want ze hebben erbij gewerkt dat het zichtbaar is. En maar niet gebruiken, alsjeblieft. Ja, op de stoel zitten. Welkom, jullie zijn ongeveer denk ik wel de voorlaatste groep. Dus ja, welkom. Welkom. Ik ga beginnen bij deze vis. Ja, wacht, welke vis? Wat, we hebben al twee vissticks. Wie is deze vis? Is dat Sanderman of is dat die iets of weet ik wat? Sanderman. Oh ja, oké. Okay. Dus de eerste kandidaat hier, Sanderman, vertel eens iets over jezelf. Ik ben Sander en mijn sport is basket en ik speel graag Fortnite. Kan de micro misschien een klein beetje harder? Ik ben Sander en ik basket graag en ik speel Fortnite als hobby. Oké. Dan hebben we die andere fishing, die is G-I-R-X-I-S of zoiets. Vertel eens over jezelf, maar ik wil echt een naam weten alsjeblieft, want anders is het een beetje moeilijk. Die kan niet praten. Maar toch wel. Hallo? Oh my god. Leef je nog? Kom. Hey. Hallo, hallo. Ja. Ja. Oké. Okay. Hallo, ik ben Bert. En ik doe basket. Hey. Als sport. Nog een basketter. Oké. Okay. De laatste kandidaat is Prosper. Vertel eens over jezelf. Ik ben Bob. En ik doe voetbal. Ik ben voor de Fishy Army. Goed. En ik speel Fortnite. Oké, dit zijn dus de drie kandidaten voor vandaag. Ik ga je even nog een puntensysteem uitleggen voordat we gaan beginnen. Pas op, het is heel moeilijk. Bij elk goede antwoord krijgen jullie een punt. Duidelijk. Het simpelste puntensysteem dat je maar kunt kennen. Goed dan. Ik hoop dat jullie allemaal klaar zijn. Tijd voor de eerste ronde. En in de eerste ronde is het super simpel. Jullie krijgen gewoon om de beurt een vraag. Als je een vraag juist hebt, krijg je natuurlijk hier een punt. In deze ronde hoef je de knoppen nog niet te gebruiken, je hoeft nog niet af te drukken. En ja, jullie gaan gewoon zo om de beurt een vraag krijgen. Gewoon juist antwoorden en zo simpel is het. Duidelijk? Ja. Ja. Oké. De eerste vraag is voor deze fishstick hier. Ik ga wel even checken of mijn geluid goed is. Oké, mijn geluid is goed. Oké, de eerste vraag is voor deze fishstick. Jochen de Gamer is niet Jochen de Gamer zonder natuurlijk YouTube. Voor YouTube moeten ook eens een keer een leuke nickname pakken. Sommigen pakken gewoon een real name, want dat is dus ook wel tof. Sommigen pakken een nickname, zou ik zeggen. Maar ik had eerst nog een andere YouTube naam, nog voor ik Jochen de Gamer heette. Wat was mijn vorige YouTube kanaalnaam? Als je het niet weet, mag je passen. Pas. Dan gaan we over naar de andere fishstick. JD Gamer 2000. Mooi. JD Gamer 2000. Goed, tweede vraag. Dat is voor, nog eens voor de fishstick, want we gaan zo verder. Hè? Goed, volgende vraag. Ja. Jochen de Gamer krijgt soms dus geluk tijdens zijn livestreams. Een paar raids. Ook van bekende streamers. Hoeveel raids? Jullie storm die keer. Hoeveel raids heb ik al gehad van bekende streamers? Drie van Jordi. En... Vijf seconden. De rest weet ik niet eigenlijk. Ik wil gewoon hoeveel. Hoeveel vijf. Raids? Nee, niet vijf. Dan gaan we de beurt naar Prosper. Zeven. Ook niet zeven. Negen. Was maar waar. Zoveel raids van bekende streamers. Nee, het juiste antwoord was 4.
Volgende vraag is voor Prosper. Fortnite-serie? Heel bekend op mijn kanaal. Dat kennen we natuurlijk. Ja, ja. Als we denken aan de Fortnite-serie, denken we ook eens een keer aan Fishstick. Ik geef jou seizoen 1 al cadeau, maar in de hoeveelste aflevering van seizoen 1 van de Fortnite-serie kwam Fishstick voor het eerst? 3? Het is niet 3. Dan gaat de beurt naar Sanderman. Zes. Nee. 4. Aflevering 5. Jullie waren er altijd vaak in de buurt. Laatste vraag van de eerste ronde. Die gaat naar Sanderman. Jochen de Gamer is niet Jochen de Gamer zonder zijn supporter creator code. Spel mijn supporter creator code. J-O-C-H-E-M T-H-E G-A-M-E-R. Sorry, maar je bent nog dingen, je bent nog iets vergeten. Iets vergeten. Ja, ja. Ja, ik weet hem wel. Ja, vanaf begin tot eind. Hè? J-O ja, ja. J-O-C-H-E-N vliegenstreepje T-H-E vliegenstreepje G-A-M-E-R. De streepjes moeten erbij, want Fortnite, ja, die doet niks met spaties. Dus strepen erbij, natuurlijk. Dit is juist. En dat was het eigenlijk al voor de eerste ronde. Het is een kleine ronde, ik weet het. We gaan even kijken naar de stand. 0 punten voor Prosper en voor Sanderman, maar aan de leiding. En Prosper normaal doet tijdens de opnames. Aan de leiding, hoe noem jij ook alweer? Noem me maar gewoon Grace. 2 punten voor Grace dus. Ja jongens, maar alles kan nog gebeuren. Er zijn nog 2 rondes die eraan gaan komen. Dus ja, het is nog niet gespeeld. Tijd voor de tweede ronde. In de tweede ronde heb je wel deze keer uw knoppen nodig om af te drukken. Wanneer ik een pistol zie op uw spampit, wil dat natuurlijk zeggen... Ja, dat niet is afgedrukt. Dus druk maar eens allemaal op de knop. Druk eens allemaal op de knop. Als ik de pump zie, dat wil zeggen dat die wordt afgedrukt. En elke keer als je een vraag klaar hebt, voilà. Wat Prosper gedaan heeft, terug naar de pistool brengen. Dus breng maar terug naar de pistool, jij ook. Breng maar naar de pistool. Nee, pistool. Dat is pump. Pistool. Nee, maar... wanneer hij afdrukt, wil jij drukken. Kom aan, zelf doen. Nee. Oké, goed. Oh my god. Goed, de tweede ronde gaat... In de zetel blijven. Prosper. Goed, de volgende ronde gaat als volgt. Ik heb 3 thema's en ik ga die thema's beschrijven. En van elke thema krijgen jullie 3 vragen. Ik ga dus iets beschrijven... En jullie moeten dan natuurlijk raden over wat ik het heb. En je mag afdrukken als je het weet, oké? Okay? Goed, hier gaan we. Goed, de eerste thema. Een jaar heb ik eraan liggen werken tot het eindelijk is afgeraakt. Het was niet altijd gemakkelijk geweest. Het is ook wel moeilijk geweest. Hè? We hadden er soms dus heel wat mensen voor nodig, maar... Het was wel leuk om te doen. Soms werd het eens een keer verpest, soms ging het wat moeilijk... Ja, Prosper. Ja? Custom. Het gaat niet om de custom. Skin battle. Ook geen skin battle. Dan is Jochen zegt. Ook niet Jochen zegt. Ik ga even verder. Wel, er is veel mensen voor nodig. Een aflevering maken duurt toch nog wel eventjes. Het gaat over de Fortnite-serie. Dus ja. Fortnite-serie. Jullie krijgen dus 3 vragen over de Fortnite-serie. Dus niemand heeft een punt. 3 vragen over de Fortnite-serie. Het is de eerste vraag. Hoef je niet voor af te drukken. De Fortnite-serie is natuurlijk op zijn einde gelopen. Er werd nooit gedacht dat het laatste seizoen maar 4 afleveringen hebben. Maar de laatste aflevering van de serie hebben we toch wel langer gemaakt dan normaal. Met deze vraag hoef je niet af te drukken, maar de vraag is, hoe lang duurt de laatste aflevering van de Fortnite-serie? Wie het dichtst bij is, die heeft een punt. En ik ga beginnen met Prosper. 33 minuten en 40 seconden. Amai, dat is een hele wilde gok. Is een seconde erbij geteld. Deze fishstick aan de man. 20. Of ja. Ja, wacht. Ja, ik begin met Sander. 20 minuten. Wacht, jij zegt 20 minuten? Jij? 25. Jij was het dichtst bij. Het juiste antwoord is 19 minuten 45.
Dus jij was er niet ver vanaf. Je was er niet ver vanaf. Goed, volgende vraag over de Fortnite-serie. Fortnite-serie is altijd leuk met fishstick, hè? Dat weet iedereen. We hebben ooit eens een aflevering gehad waar heel veel fishsticks waren in de Fortnite-serie. Ik geef seizoen 1 al cadeau en deze vraag is nu wel met het afdrukken. In de hoeveelste aflevering van het eerste seizoen waren we met de meeste fishsticks? Prosper was eerder. 4. Nee, 6. Je hebt al gezegd, fishstick was er tevoorschijn gekomen in aflevering 5. Stop met drukken alsjeblieft. Normaal doet hij zijn opnames of je krijgt een blok. Ja, Sanderman? 6. Niet 6. 6. 7. Nee, aflevering 9. De pistols mogen terugkomen, jongens. Zet het maar terug op de pistol. Oké. Okay. Is dat niet degene die het dichtst bij zat? Nee, dat was gewoon echt exact. Anders zou je niet moeten afdrukken. Oké, laatste vraag over de Fortnite-serie. In de Fortnite-serie, dat gaat ook een beetje over een oorlog tussen de good en de bad guys, you know it. En natuurlijk zijn er heel wat doden gevallen. Wel, heel wat... Fistiek versus bananen. Ik maak de vraag af. Hoeveel doden, en dan heb ik het over het hoofdkarakters, zijn er gevallen in de Fortnite-serie? Dus jouw antwoord is dus niet goed. Wow, rustig, Prosper. Ja. 2. Nee. 6. Normaal was deze vraag voor het dichtst bij, was ik wel vergeten. Hij was wel het dichtst bij. Er zijn er al zeker 8 of meer. Wat? Ik heb niet eens iets geantwoord. Oh. Nee? Oh. Nee, hij is heel iets. Oké, Frozen Raven, The Ice King, Red Nosed Raider, Carbide, Battle Hulk, The Ember, Kylo Ren, ja, The Fire King komt er ook bij. Dus zie, dat zijn er wel een paar. En het zijn allemaal hoofdrollen. Dat was de laatste vraag over de vorige serie. Jullie krijgen nu een nieuw thema. Pistols graag bij de mensen die het nog niet hebben. En, ja. Ja, ja, voilà. Dank u, Prosper. Ja, nieuw thema. Let's go. Sinds ik mijn supported creator code heb, kun je natuurlijk heel veel leuke dingen mee doen. Ik geef een voorbeeld. Ja. Mappen uploaden in creative. Of je kunt er geld mee verdienen. Je kunt er heel veel leuke dingen mee doen. We doen het vaak in mijn streams. Het is nu zo het bekendste onderdeel van mijn streams. Customs. Custom is goed. Jullie krijgen 3 vragen over custom games. Hoe het omgaat in de stream. Prosper normaal doen of je krijgt een blok. Goed. Eerste vraag over custom. In custom hoef je niet alleen normaal te gaan fighten. We kunnen ook natuurlijk andere dingen mee... Skittles. Wat heb je gezegd? Skin metal. Ik maak de vraag af. Ik heb nog niet eens veel gezegd. Want ik ga het verder... De vraag was sowieso, de oude antwoord was sowieso fout. We deden dan ook eens soms scrims. De vraag is, in de hoeveelste cirkel bij mijn scrim mocht je pas killen? 5e. Je hebt al een antwoord gegeven, dus je mag al niet meer. Dan hebben we een Prosper. 3e. Dit is de 3e cirkel. Dus je moet eraan denken, heb je al antwoord gegeven? Het is fout, mag je niet meer antwoorden, hè? Het was de 3e cirkel. Volgende vraag over customs. Soms heb je in mijn custom irritante mensen die even iets stoms willen gaan doen. En daarvoor kunnen ze een report en een blok krijgen, maar ze... Wacht, was het gewoon om naar de pistol te zitten of was dat echt... Pistol. Om naar de pistol te zetten. Ja, oké. We proberen het zo snel mogelijk te doen, hè. Welk stom idee krijgen mensen om in mijn customs... Allee, zo wat te testen. Prosper was eerder met afdrukken. Te streamsnipen. Streamsnipen is goed. Laatste vraag over dit thema. In custom deden we ook eens een keer hide and seek. Hide and seek in custom. Kan... Risky. Landingspot. Jij moet echt even wachten totdat ik mijn vraag heb afgemaakt. Want dit is weer fout. Kan iemand mij de regels uitleggen van mijn hide and seek? Ja, Sanderman. Niet killen. Ja, nog meer.
En wat mag je allemaal wel, wat mag je allemaal niet doen in mijn ITC? Niet killen is al juist. Je mag weglaan spetten. Nog iets? Je maalt deze op mijn hand. Passen? Okay. Ja. Ja? Ja, we gaan even naar u toe. Ik hè? Ik hè? Hé. Niet bouwen. Ik was eerst. Oh, niet zo. Je mocht wel bouwen, maar niet bouwen voor verdediging. Dat is waar gezegd. Ja, dat bedoel ik. Wacht, ik ga even voorlezen, ja? Je mocht een plateautje bouwen om jouw launchpad te plaatsen, maar als je beschoten wordt door Jochen de Gamer, mocht je niet bouwen. Je mocht ook bouwen voor een verstopplek, bijvoorbeeld in die ene toren te gaan in Frenzy Farm, mocht je bouwen. Maar ik zou dat wel wegschieten als ik van jou was, anders kan hij zien dat je daarin zat. Of weg editen. En je mocht niet killen. En je mocht ook niemand anders killen. En ook niet streamsnipen. Ik weet nog iets anders. En je mocht ook dingen gebruiken. Die pits, kunnen we het dan noemen? Crashpits. Crashpits. Ik weet nog iets anders. En wat weet jij nog, Prosper? Wat weet jij nog? Tweede zoon. Al die dingen waar hij zei, en je moet landen per se waar Jochen de Gamer zegt. Het is niet altijd. Ja, dat hangt er ook natuurlijk bij. Maar ja, jij hebt zo ongeveer alle regels zo wat gezegd, dus ja. Goed, ik heb nog één thema voor deze ronde. Dus hou ik klaar. In de tijd dat ik nog geen supporter creator code had, kon ik natuurlijk geen kussen doen. Maar we konden wel nog andere leuke dingen doen. Vroeger deed ik dat vaak. We deden dat vaak natuurlijk met 4. Prosper. Squad met kijkers is goed. Jullie krijgen 3 vragen over de tijd van Squad met kijkers. En dat is de laatste thema van deze ronde. Squad met kijkers, je moet natuurlijk wat een paar dingetjes doen om te zorgen dat je kunt meedoen met Squad met kijkers. Hoe heb ik het georganiseerd? Ja, Gries. Abonneren. Nog en stream liken. Nog meer dingen, hè. Hoe kan je mijn lobby joinen? Dus als je jou als vriend hebt. Mm-hmm. Je moest de stream hebben geliked en je moest geabonneerd hebben. Yeah. Anders is dat niet mijn kijker. Ja. Er is toch nog iets anders. Hij moet luisteren. Er is toch nog iets anders. Allee. Kan iemand aanvullen? Ja, Prosper. Nee, ik wou dan net. Ja, kan iemand aanvullen? Nog niet. Ik ben aan het nadenken. Ja, je hebt al geantwoord. Nee. Niet spammen in de chat. Nee, dat hoort dus zo. Het gaat om hoe je echt moet joinen. Hoe kan je hem in mijn lobby joinen? Ja, dat zoek ik nog. Wanneer ik de party open zit, de eerste 3 die joinen, die... Dat was ik nog aan het zoeken, de party die op public staat. Volgende vraag over Squad met kijkers. Toen ik Squad met kijkers deed, haalde we soms ook wel eens keer een Victory Royale. Dit is de volgende vraag. De winnaars krijgt een shout-out. Laat mij nu even gewoon de vraag afmaken. Wanneer we een Victory Royale hebben gehaald, heb ik altijd de minste kills van de squad, de middelste kills van de squad of de meeste? Prosper. Middelmatig is goed. Laatste vraag van deze ronde, ook van dit thema. Toen we squad met kijkers deden in mijn streams, dat was toch in de tijd van Fortnite Chapter 1. Dat zijn goede tijden geweest. Deze vraag gaat deze keer nu niet over mij, maar ik wil jullie Fortnite kennis eens weten. Op welk seizoen van Fortnite kwam Kevin de Cube voor het eerst? 6. Nee. 6. Het is niet seizoen 6. Zijn de man? 5. Het is seizoen 5. De Cube. In seizoen 5 kwam de Cube gespawnd in de woestijn. Hij ging helemaal door totdat hij in Loot Lake was. Dan had hij dat water. Nee. Een bounce pad. Dat was in seizoen 6. Nee, en in seizoen 6 kwam hij dan met dat Loot Lake Islandje naar boven. Maar in seizoen 5 was hij eerst zelf naar Loot Lake gegaan. Maar Sanderman zei als eerst season 6.
Ja, je moet wel wachten tot ik uw naam zeg wel, hè? Maar ja, boeiend. Wacht. Jochen. Seizoen... De Kevin the Cube is gespaand. Allee, dat was nog niet gespaand, er waren zo drie... Kijk, er kwam een bliksemflits in de woestijn en toen kwam Kevin the Cube. Ja, dat weet ik. En die ging dan helemaal naar Loot Lake en dan heeft hij dat water zo veranderd in zo'n bounce dingen. En dat was allemaal nog in seizoen 5. En toen seizoen 6 uitkwam, zagen we in de trailer dat klein island bij Loot Lake was meegenomen. Dus... In seizoen 5 hadden we een pas die in, met die schildroeper die kon slechts. Goed, dat was de laatste vraag van de tweede ronde. We gaan eens kijken naar de tussenstand. 2 punten voor Standerman, 4 punten voor Prosper, maar aan de leiding Gries met 6 punten. En dan is het nu tijd voor de derde ronde. Alles kan nog gebeuren. Hè. Jongens, in de derde ronde is het gewoon super simpel. Ik stel gewoon vraag, afdrukken, juist antwoorden. Het zijn er denk ik 8 vragen. En aan het einde gaan we eens kijken welke twee er doorgaan naar de finale. Goed, zijn jullie klaar? Ja. Oké. Eerste vraag. En dat is mijn afdrukken. Vroeger had ik nog niet zoveel kijkers natuurlijk op YouTube, maar... Door een Fortnite stream te doen en iets te doen in Fortnite, zijn er toch heel wat kijkers kunnen komen. Wat heb ik gedaan in Fortnite om te zorgen dat er heel wat kijkers zijn gekomen? Prosper. Creator. Daar ga ik wel fout rekenen. Wie was er eerder? Jij was eerder, denk ik. Hè? Ja. Giveaways? Nee. Dan... Ben je de enigste nog? Elk nieuw seizoen, nee. Live gaan en squats doen met kijkers. Skin battles! Het is inderdaad skin battle, maar ja, je mocht geen antwoord meer geven. Hè. Het was skin battle, dus je hebt geen punten. Ja. Goed, volgende vraag. Mensen stellen soms ook vragen aan mij natuurlijk. Bedankt voor ze spampissen die zitten. Mensen stellen natuurlijk heel wat vragen aan mij in de live chat. Deze vraag wordt ook al vaak gesteld. En dat is ook de vraag die jullie nu moeten beantwoorden. Vanaf welk seizoen speel ik Fortnite? Prosper was eerst. Seizoen 2. Oh, man. Ik geef mijn oortje pronk af. Maar seizoen 2 is fout. Dan heb ik niet gezien... Seizoen 3. Seizoen 3 is fout. Dat was Sanderman. Sanderman. Seizoen 1. Seizoen 1 is juist. Ik speel vanaf seizoen 1 al Fortnite. Goed, volgende vraag. Wie zet dat van? Ik doe niet alleen game video's of game livestreams op mijn kanaal. Soms komt er ook eens een keer een Q&A. De vraag luidt... Laat hem nu stellen. Laat hij nu de vraag... Laat hij nu iets zeggen. De vraag luidt als volgt. Hoeveel Q&A's staan er op mijn kanaal? Sanderman. 6. Dat is fout. Prosper. 3 is ook fout. Wat? Prosper. 4. 4 is juist. Bam. Volgende vraag. Tijdens de quiz, hè, terwijl we liggen te spelen, heb ik natuurlijk heel wat series opgenoemd dat ik vaak doe. We hebben de Fortnite-serie. We hebben Jochen reageert. Enzovoort. De Q&A's. Maar er is nog altijd een serie die ik nog niet heb genoemd vandaag. Welke serie, wat ik doe op mijn kanaal, heb ik nog niet genoemd? Kun je wel je pistool terugbrengen? Welke serie doe ik nog op YouTube, hè? En ik heb dat nog niet genoemd. Die weet ik echt gewoon niet. Er zijn er zeker 2. Maar we moeten maar 1 hebben. Niemand? Maar wacht, is het van een game? Is het van een gewoon game? Gewoon echt een soort serie. Ik heb voorbeelden gegeven. Voor de serie. Jochen reageert. Q&A's. Maar er zijn er nog 2 die ik nog niet heb genoemd. Ja. Minigame video's. Goed zo. Minigame video's. En de Fish Army versus Peely. Kort geleden begonnen. Volgende vraag. Jochen de Gamer... Heeft natuurlijk beste YouTube-video's of livestreams natuurlijk ook populaire livestreams of populaire video's. Dit is de vraag. En hier hoef je niet voor af te drukken, maar het dichtste bij die wint. Hoeveel views heeft mijn populairste livestream? Ik begin bij Sanderman. 5 seconden. 1 punt. Moet het nu zeggen? 9k.
Ja, het is aan jou. 2.3. Prosper? 1.5. Het is 1.9. 1900 en bijna 2. 2K. Hoeveel zei je? 1900 en het is echt 1900. Allee ja, exact is niet 1900, maar ja. Ik ga het ook niet zo pakken, hè. En 2. Goed. We hebben niet alleen views op YouTube, we hebben ook natuurlijk likes op YouTube. Deze vraag is ook voor het dichtst erbij. Wat is het meeste aantal likes dat ik ooit al heb gehaald? En ik begin... Ja, je hoeft niet af te drukken. Ik begin dus bij de middelste. Ja. Yeah. 600. Prosper? 650. De 320. Ja, hij zit dichtstbij. Het zit in de 300. Hoeveel? Weet ik niet. Ballon weg, alsjeblieft. Goed, volgende vraag. We hebben niet alleen een populaire livestream op mijn kanaal, maar ook een populairste video. Deze vraag is wel met afdrukken. Kan iemand mij de titel geven van deze video? Hoe moeten wij exact die titel weten? Wat? Het is, ja, ik vind het raar dat deze video... Ik weet het. Skin Battle? Het gaat om een video. Skin Metal is altijd een livestream. Ah ja, ik weet hem. Ja, shit. Mijn reactie op een raid van Jordi Storm, denk ik. Ah, misschien wel gekund, maar nee. Toen Jordi Storm u raidde. Nee. Datzelfde. De video heeft getiteld, je kunt me ook vragen stellen op Instagram. Dat is een video van toch wel een tijdje geleden. En die heeft blijkbaar dus al in de 800 views. Goed, de laatste vraag van deze ronde voor de finale. Het doel bij mij is altijd geweest om de... Normaal doen. Geen kans. Mijn doel was altijd geweest om de 1000 abonnees te halen. En dat is natuurlijk gelukt. Ja, pistool. Goed zo. Het is natuurlijk gelukt. De vraag is, wanneer heb ik de 1000 abonnees gehaald? Ik wil het jaar en de maand. Oh my god. Ja. 2019 april. Nee. Ga jullie nog 10 seconden geven? 2019 januari. Nee. Sanderman, alles is op u. Ja. November 2019. 2019 was goed, november is niet goed. December 2019, 15 december 2019. Dit was de laatste vraag van de ronde voor de finale. We gaan kijken naar de eisen, maar blijkbaar is het een klein beetje moeilijk. Want we hebben 2 mensen met 5 punten, maar Annelijn Gries met 7 punten. Dus wat we gaan doen is dat deze 2 nog een extra vraag gaan krijgen. En degene die als eerste juist antwoordt, gaat mee naar de finale. Oké? Ik ga dus een vraag stellen. Dus het gaat nu alleen tussen Sanderman en Prosper. Wie gaat er mee naar de finale? Nee, op uw plaats blijven. Ik ga een vraag pakken dat al is gepasseerd. Dus hopelijk weet jullie het nog. En deze keer wil ik het exacte getal. Hoeveel dode karakters zijn er in de Fortnite-serie? 9. Sanderman, wagen een gokje of? 9. We pakken dan wie het dichtst bij is. Het is nu 8. Of nooit. Prosper zegt 9. Sanderman zegt 8. Wie gaat er naar de finale? Bij mijn conclusie zijn we eruit getrokken dat er toch al zeker 8 zijn. Dus Sanderman gaat mee naar de finale. Prosper, dat was nipt. Nog nooit is het zo nipt geweest bij de voorrondes. En ja, ik wil je bedanken dat je bent gekomen. Wat heb je, ja, bedankt ook om voor mee te doen. Vond je het nog leuk? Ja. Oké, ik wil je bedanken voor het meedoen. Ik wil u wel vragen om naar beneden te springen. Jij niet!
Allee, jongen! Ja! Ja! Jij moet niet naar beneden kijken! Dan wens ik jullie veel succes! En dan beginnen we eraan, hè. Jongens, dit is de finale. We moeten echt gaan vechten, man. En in de finale is het super simpel. Ten eerste, jullie moeten alle twee naar daar. Goed, in de finale moet je... Jij moet ook bij hem. Nee, maar... Nee, ja, daar. In de finale moet je proberen om ten eerste 10 juiste antwoorden te doen. Elk antwoord dat je juist zet, mag je een zetel verder. En de bedoeling is om ten eerste naar het einde te maken. Als je de vraag juist hebt, blijf je aan de beurt. Heb je de vraag fout, is het de beurt aan de andere. En zo gaan we verder tot de eerste persoon het einde heeft bereikt. Duidelijk? Goed. Ik wens jullie veel succes. Wie had de minste punten? Daar, was Sanderman. Wie is Sanderman? Kan Sanderman even springen? Jij bent Sanderman? Oké. Okay. Eerste vraag. Wat zei je? We hebben altijd fysica. Wacht, pak jullie pickaxe eens. Oké, wacht. Sanderman, slaag met je pickaxe. Oké, we zijn. Hoi. Goed. Ik begin dus met Sanderman. Blijf gewoon even je pickaxe vasthouden. Weet ik wie is. Eerste vraag. Op welke datum heb ik mijn kanaal gestart? Ik wil de maand en het jaar weten. De maand en het jaar. Vijf seconden. Je moet nu iets zeggen. Um, 2018. En de maand? Oktober. Dat is fout. Gries, kun jij het juiste antwoord pakken? Jaar en maand? 2015. Januari. Dat is fout. Oktober 2017. De maand had je wel goed, maar het jaar was niet juist. Volgende vraag is voor Sanderman. Er kunnen ook vragen terugkomen van de vorige rondes. Wanneer haalde ik de 1000 subs? Jaar en maand? Dat was... 2019. En de maand... oktober. 2019 december. Ja, 2019 december. Goed zo. Jij blijft aan de beurt omdat je een vraag juist had. Hoeveel Q&A's staan er op mijn kanaal? 6. Nee. Sanderman? 7. Nee, 4. Volgende vraag voor Grace. Op welke datum, en ik wil alleen de maand weten, ben ik verhuisd van mijn YouTube-kamer naar mijn slaapkamer? Vorige maand. Dus welke maand? Januari, februari, maart, april, mei, juni. Ik wil de maand weten van wanneer ik ben verhuisd van mijn YouTube-kamer naar mijn slaapkamer. Mei? Dat is mei. Sanderman? Now or never? Oktober. Ik vraag... Ah ja, nee, wacht. Ah ja, twee maanden. Just. Maar oktober is niet juist. Volgende vraag. Voor ik mijn gaming laptop heb gekregen, is trouwens voor Gries. Voor ik mijn gaming laptop heb gekregen, heb ik via PlayStation video's gemaakt enzovoort en gestreamd. Ja. Hoe heet het editingprogramma dat je gratis kunt downloaden op de PlayStation dat ik heb gekregen? Perfect. Goed zo, je mag er een verder. Wat is de titel van de eerste Jochen reageert? Het is, voor is dat voor mij? Ja, het is voor u. Omdat je een vraag juist hebt, blijf je aan de beurt. Je moet nu iets zeggen. De titel van jou, Jochen reageert. Eerste, de eerste. Het was niet zomaar hashtag 1. Eerste Jochen reageert video. Nee. Sanderman? Drie maanden geleden.
Nice. Maar een mooie titel, maar het is fout. Gries, live event in Fortnite, The End. Dat kennen we allemaal. Live event van seizoen 10. Ja. Ik heb dat gelivestreamd. Ja. Vond ik het, naar mijn mening, een goede livestream of een slechte? Goeie. Het is fout. Het was een slechte. Maar, ik ga direct een andere vraag aan bijkoppelen. Kan je mij, dus Sanderman, kan je me de reden geven waarom ik, waarom ik de livestream slecht vond tijdens het live event van 2010? Wat is de reden waarom ik het slecht vind? Je moet nu iets zeggen. Pas, ik weet het niet. Gries, wat is de reden? Waarom vond ik de livestream niet goed? Omdat er te veel dislikes waren. Nee, ik heb het live event niet kunnen meemaken. Dat was het juiste antwoord. In welk jaar, dus aan de man, in welk jaar heb ik de 100 abonnees gehaald? In welk jaar heb je de 100? Je moet nu iets zeggen. 2018. 2018 is juist, dan mag je zitten vooruit. Hey. Hoeveel Star Wars skins heb ik in mijn Fortnite locker? Zijn de man? 6. Zijn er überhaupt 3? 3. Het is 3. Nee, 4. Oh ja, dat is waar. Ik heb die ene rode ook. Nee. Goed, Sanderman, hoeveel Jochen de Gamer toernooien zijn er al georganiseerd? Hoeveel nog? Oh, die weet ik. Denk ik. Ik denk 3. Nee. Ik weet het. 2. Nee. 4. Wat? 3 keer fighten, 1 keer parcours. Volgende vraag. Niet alleen hebben we... Oh nee, ik heb nu niet te vragen. Shit. Ik heb de vraag al, ik heb daar het antwoord direct van verklapt. Dus we gaan even naar de volgende vraag. in de hoeveelste Jochen reageert... Wacht, wie had dat als laatste geantwoord? Ja, dat is laatste geantwoord, ja. Hè? Oké, dan is het dan Gries. In de hoeveelste Jochen reageert, kwam er een plaatje van mijn eigen fishstick. Ai. In de 5e, denk ik. Nee, het was niet de laatste jogger die al geüpload is. Ik moet er erbij nog één maken eigenlijk. Sanderman, in de hoeveelste jogger reageert, kwam er een plaatje van mijn eigen fishstick. In de 2e. Nee, de 3e. Hoeveel, Gries, hoeveel levels heeft mijn Jochen de Gamer dit run? Oh ja, dat weet ik. Denk ik. 13, denk ik. Nee. Of 7. 13 is een ongeluksgetal. Ik 20. Het zijn er 20, je mag er even vooruit. Oké. Volgende vraag is voor Sanderman. Fortnite heeft heel veel samenwerkingen gedaan, hè? Maar welke samenwerking vond ik het leukst? Met Star Wars. Ja. Tuurlijk. Maar geen zetel vooruit. In de zomer ben ik ook al eens een keer op vakantie geweest, dat was vorige zomer. En ik heb het ook door YouTube zelf laten weten. Hè? In welk land ben ik op vakantie geweest? Easy. Ik moet nu iets horen. Zeg. In welk land ben ik op vakantie geweest vorige zomer? Spanje. Ja, god. Het is Spanje, je mag er even vooruit gaan. Er zijn streams, hè? Er was dus een stream, hè? Dat wisten we van de straks, dat al meer dan 1000 views heeft gehaald. Maar er zijn er nog meer met meer dan 1000 views. Hoeveel streams over mijn kanaal heeft meer. Hoeveel streams op mijn kanaal heeft meer dan 1000 views? Hoeveel? E-books. 3, denk ik. Het zijn er 3, ga maar vooruit.
Jullie weten van de slag natuurlijk, ik doe heel wat series op mijn kanaal. Kan je alle series opnoemen? Zoveel mogelijk. Vistuk vs Banaan. Dat is één. Minigames. Als je geen meer weet, mag je stoppen, hè? Datrun. Sorry, dat is fout. Gries, ja, herhaal wat hij heeft gezegd en probeer aan te vullen. Die bananen versus dingen. Ja. De Ice King versus de Prisoner. Volgende serie dus, ja. Ja. Als je, als je nu nog eentje kan vinden... Operatie Red Zenith. Ik moet niet de titels van afleveringen hebben, ik moet gewoon de series hebben. Ja, sorry, maar dan kan ik niet goed rekenen. De series, minigame video's, Fortnite serie, Jochen reageert, Q&A's. Hoor allemaal bij, dat was de vraag. Goed luisteren, hè. Sanderman, wat is de naam van een Fortnite item dat op mij lijkt? Floppers. Mooi. Ja, floppers. Hoeveel keer is het live event van... het laatste live event dat we hebben gehad. Hoeveel keer is dat al uitgesteld? Hoeveel keer was dat uitgesteld? Drie keer. Drie keer is goed. Oké, voor ik Fortnite speelde... Op je stoel blijven. Voor ik Fortnite speelde, hè, had ik in het begin, in mijn YouTube-carrière, zou ik zeggen, nog een andere game gedaan. Wat is de eerste game dat ik heb geüpload? Dat weet ik. Ik heb eens al uw video's gekeken. Clash Royale. Mooi. Fruit. Soms heb ik... Ik heb ooit al eens een keer een tutorial upgeload op mijn kanaal. Kan je me zeggen van wat? Als je het niet weet, moet je passen. Pas. Ja, jij. Welke tutorial heb ik ooit eens een video geüpload? Hallo? Wie is dat nu, hè? Hoe win je een Fortnite potje? Nee. Ik heb een tutorial ooit eens geüpload hoe je met OBS moest werken. Hoe lang duurt de laatste aflevering van de Fortnite-serie? Deze keer wil ik toch wel dat je probeert al sowieso de juiste minuut te pakken. Van wat? De laatste aflevering van de Fortnite-serie, hoe lang dat duurt. Ik wil alleen maar de minuten weten. En we gaan door blijven gaan tot iemand het... Is hij weg? Langste. Wacht even, wacht. Hij is weg. Gries, waar zit jij? Ja, als Gries weg is, dan weten we eigenlijk al de winnaar. Ja. Gries. Hij is weg. Ik zit daar. Waar? Nee, ik heb overal al gekeken. Ja. Ik kan dat niet, daarboven. Ja, maar... Is... Jawel, die slang die rift daar. Ja. Oh, die met die rift? Nee. Naar u zitten. Oh. Dus! Hoe lang duurt de laatste aflevering van de Fortnite-serie? Terugtrekken. Ik moet het nu weten. 8 minuten. Dat is fout. Ja. 19. Wat? 19. Dat is juist. 19. Je mag blijven staan. Mag je het al te veel voor het gaan? Je mag blijven staan. Het is nog altijd aan u. In de hoeveelste aflevering van het eerste seizoen van de Fortnite-serie waren we met de meeste fishsticks? 2. Nee. 3, sorry. 3. Nee, dat was fysieker nog niet. Stel hem aan. Vier. Nee, dat was fysieker nog niet. Fysieker kwam tevoorschijn in een aflevering. 5. We gaan verder tot iemand het heeft. 5. Nee. 7. Nee. 6. Nee.
8. Nee. 9. Ja. Ja. Vraag, jij blijft nog aan de beurt. Spel mijn supporter creator code. Ja. J-O-C-H-E-N, vliegenstreepje, T-H-E, vliegenstreepje, G-A-M-E-R. Ja, vooruit. Mijn vorige YouTube-kanaal, naam. JDGamer 2000. Oh my god. Oké, het is spannend. Als jij het nu juist zit, heb je gewonnen. Of Sanneman kan het nog hebben. Nee. Kan... Oké, Chris. Ja. In de hoeveelste cirkel mocht je pas killen in mijn scrims? Ja. Je weet hè. Derde. Is het antwoord juist? Of is het antwoord fout? Het antwoord is juist. Easy dit was echt de langste finale die ik ooit in mijn leven al heb gehad. Ik wil wel vragen, volg je me op Insta of is het in onze Discord server? Nee, ik ga dat even doen. Ja, want ik wil je nog proberen te contacteren hè, om te zorgen wanneer we de halve finale kunnen opnemen. Maar jij bent dus door naar de halve finale. Sanderman, hier ruimt het voor jou. Je wil even stoppen met die emotes. Vond je het toch nog leuk om hier te zijn? Fishsticks! Ik neem aan dat hij het dus leuk vond. Ik wil je ook bedanken voor het meedoen. Je hebt goed gespeeld. Je bent geschiet, oh. En jij hebt dus gewonnen. Jij bent door naar de halve finale. Je bent de voorlaatste. Volg mij zeker op Insta of join mijn Discord server. Je kunt naar mijn YouTube kanaal gaan, naar community post en dan zie je de link. En dan kun je zeker komen joinen. Of volg mij op Insta, Jochen de Gamer, want ik wil wel zorgen dat ik u kan contacteren om te zorgen dat je terug kunt komen hè, voor de halve finale. Hè. Of hij... of hij natuurlijk de Jochen de Gamer quiz gaat winnen, dat weten we nog niet. Maar vandaag heeft hij wel terug bewezen dat hij al een betere quizzer is dan de twee die meededen. Dat was ook het einde van de 5e aflevering. En ook van de voorlaatste voorronde van de Jochen de Gamer quiz. In de volgende aflevering gaat de laatste groep meedoen. En dan gaan we kijken wie er nog meedoet aan de halve finale. En dan weten we iedereen, dan weten we de 6 halve finalisten die kunnen meedoen. Ik wil bedanken voor de mensen die vandaag hebben meegedaan. En dan, peace out met Jochen. En tot de volgende aflevering.